Op de luchthaven van Zaventem is Gustav zo net vertrokken naar Liverpool. Hij zal ons land daar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Aan zijn koffer hangen toepasselijk Belgische lintjes. Gustav neemt deel aan de tweede halve finale op 11 mei. Dus hij en zijn entourage hebben nog wat tijd om zich voor te bereiden. Hij zal met 3 achtergrondzangeressen op het podium staan. En daar is recent ook nog een ballroomdanseres bijgekomen. Morgen staat de eerste repetitie op het programma. Ik heb een team rondom mij verzameld die ik heel echt vertrouw, dat ook echt vrienden zijn van mij. Ik heb ook echt wel het onderste kan hebben gehaald voor deze act. En moet nog een paar laatste dingen nog afvinken waarschijnlijk, maar in het algemeen heb ik echt een goed gevoel hierover. Ja. Ik denk dat het sowieso echt een feest zal worden, dat is het eerste wat ik kan zeggen. We gaan ook met de Brexit nog altijd queer culture vieren, maar het gaat er vooral voor gaan dat mensen gaan zeggen, oh, wat een feest op het podium, ik wil daar gewoon bij gaan staan. Dat is het grootste dat we willen bereiken. Zometeen is er sportweekend. Met